Mensen sterven voor de deuren van de afdelingen intensieve zorg. Sinds het begin van de COVID-19-pandemie hebben de Braziliaanse autoriteiten de volksgezondheid behandeld als een politiek steekspel. We roepen de regering op om dringend een gecoördineerde respons op touw te zetten en levens te redden. Vorige week vielen in Brazilië meer dan een kwart van alle COVID-19-doden wereldwijd. Onze teams en dokters in heel Brazilië melden ernstige tekorten aan zuurstof, medische voorraden en persoonlijke beschermingsmiddelen. Ernstig zieke mensen sterven voor de deuren van de afdelingen intensieve zorg die overvol liggen met kritieke patiënten. Maskers worden gemeden, fysieke afstand wordt genegeerd en er worden weinig maatregelen opgelegd om mensen te beschermen. De Braziliaanse autoriteiten Moeten beroep doen op wetenschap en een COVID-19 respons aanpassen om meer doden en de ineenstorting van het gezondheidssysteem te voorkomen. Het sterftecijfer loopt op. Preventieve maatregelen en uitgebreide COVID-19-tests zijn van cruciaal belang. De pandemie kan niet enkel aan dokters en verpleegkundigen worden overgelaten.